De X is natuurlijk zeer moeilijk, hè? Omdat er weinig woorden zijn. Xenofobie. Xenofobie. De schrik voor de vreemdeling. Ja. 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 Pijnlijk. Onbegrijpelijk? Nee, niet onbegrijpelijk. Maar onbegrijpelijk dat het wordt aangewakkerd. Ik kan zeker op een zeker begrip opbrengen voor mensen wiens omgeving, samenleving verandert, door processen van migratie bijvoorbeeld. En voor wie dat echt nieuw is en ongemakkelijk is. En kan ook zeer begrip opbrengen van kinderen van tweede, derde generatie die zeggen van mensen, we zijn er al zo lang, wanneer tellen we eindelijk mee? Maar ik kan minder begrip opbrengen voor diegenen die dat politiek gaan uitvinden. Ik heb ook in mijn denken over populisme altijd het onderscheid gemaakt tussen populistische kiezers en populistische leiders. Voor de populistische kiezer kan ik begrip opbrengen. Maar het politiek uitbuiten van emoties die ingaan tegen een van de belangrijkste Europese waarden, twee van de belangrijkste, de égalité en de fraternité. Wij beweren dat we de idealen van de Franse revolutie, dat die centraal zijn in Europa. Liberté, égalité, fraternité. Mooie idealen, ik onderschrijf ze. Maar ik heb heel veel last met mensen die idealen onderschrijven en vervolgens alles doen om xenofobe gevoelens aan te wakkeren. Dat vind ik gewoon onverstandig. En ook daar is, ook daar heb ik gezien in participatieve processen hoezeer emoties van xenofobie, hoe slecht we daarmee omgaan. Hoe slecht, ofwel worden ze opgeklopt, ofwel worden ze gecensureerd. We hebben geen goede middelen, geen goede werktuigen om met die emoties om te gaan. Toen we de G1000 organiseerden, zeiden we, is trouwens hier aan deze tafel bedacht destijds, 10 jaar geleden, een burgerparlement met geloten burgers, op het moment dat België geen regering had. En toen zeiden we, wij als organisatoren gaan niet de agenda bepalen. Dat is veel te inhoudelijk, dat is veel te veel macht voor ons. We gaan burgers de agenda laten bepalen. Onze politici waren aan het ruzien over het Vlaams-Waals conflict, het communautaire conflict. En uit die online bevraging kwam als thema nummer 1 migratie. En ik zat hier thuis en van, oeh, dat had ik nu niet gedacht. En daar ben ik echt niet gerust in. En Stef Steyhaert, onze procesbegeleider, die het proces meehielp ontwerpen en die toch de G1000 gepresenteerd heeft die dag met een collega, die zei, David, trust the people, trust the process. Het is net goed dat dit onderwerp, het is niet omdat het politiek nu niet speelt, dat het maatschappelijk niet speelt. En je moet die discussie niet uit de weg gaan. En ik had dus echt schrik dat er daar in Tour en Taxis in Brussel, dat er allerlei donkerbruine walmen door de kieren van dat het niet goed zou aflopen. Niet zo goed zou aflopen. En dan, wat ik ongelooflijk slim vond van die procesontwerpers, ze zeiden, er spraken een aantal mensen over het migratiebeleid in België, en dan, dus daar zitten naar een, al die mensen zitten daar naar te luisteren, naar wat er op het centrale podium gebeurt. Volgende stap zijn dat discussies aan die ronde tafels, waar zo'n ronde tafels van 10 mensen met een procesbegeleider, een facilitator aan elke tafel. Een soort trouw, het lijkt op een Vlaams trouwfeest, die ronde tafels. Maar er wordt minder gedronken en minder geruzied. En dan die facilitator, die volgt een draaiboek. En dat draaiboek had dan, oké, heeft dit gehoord? U heeft uw eigen, wat u weet over migratie. U heeft er uw eigen gedachten bij. Hoeveel op 10 zou u geven aan het migratiebeleid in België vandaag? Mensen moesten het opschrijven. En dan het rijtje afgaan. Oké, 7 op 10. 4 op 10. 1 op 10.
enzovoort. Die mens die 1 op 10 heeft, gaf, kreeg niet te horen van... Jij dwaze kloot, jij hebt het niet begrepen, je bent xenofoob, je bent racistisch. Het is een verrijking voor onze samenleving. Al dat soort paternalistische, vernederende uitspraken bleven achterwege. Mensen mochten 0 op 10 geven. En je loopt het... deden dat ook. En deden het ook. Vervolgens was de vraag, en dat vond ik echt van het allerslimste in het draaiboek wat die procesontwerpers hadden opgesteld. Wat is er nodig om van uw cijfer, om van uw 4 een 5 te maken? Geen 10 op 10. Van uw 7 een 8. Van uw 1 op 10 een 2 op 10 te maken. Ik vond dat ongelooflijk slim. En dus, ik weet, ik liep rond toen in die zaal en er waren mensen... Huh? Moet ik hier nu plotseling... worden mij nu echt gevraagd wat er zou beter... Wel, dat dubbel parkeren, dat stoort mij. Ja. Die gebrekkige taalkennis. Mm-hmm. Mocht dat nu al een keer... Die hoofddoek, je kunt daarover praten, of wel of niet. Dat soort dingen gaan kunnen opgaan. Oké, noem voor uzelf, bedenk voor uzelf 2 dingen die van uw cijfer met 1 puntje zouden verhogen. En dan, volgende stap, praat met uw buurman of uw buurvrouw over uw 2 puntjes en zijn 2 puntjes en breng ze samen, mm-hmm. breng die 4 samen naar 2. Dus ineens, in plaats van een vijandig gesprek van, je hebt dit niet begrepen, je hebt je laten manipuleren, of jij bent een naïeve kloot, of wat dan ook. Nee, brengt uw punten samen en kijk wat voor jullie tweede beste is. En na een uur heb je op tafelniveau waar een top 3 van wat er zou moeten gebeuren met het Belgisch migratiebeleid. Vervolgens werden die aanbevelingen opgehaald, ze werden geclusterd en dan werden de meest voorkomende ideeën geprojecteerd op grote schermen en konden mensen nog eens stemmen. Dat was ongelooflijk indrukwekkend. Wat eruit kwam als resultaat, was niet extreem links, was niet extreem rechts. Daar zaten maatregelen bij die eerder uit de centrumrechtse hoek kwamen. Daar zaten maatregelen bij. Bijvoorbeeld, een was van integratie, is dat echt van belang, dat was het eerste. Vervolgens was het hulp op de arbeidsmarkt, eerder een links thema. Een ander thema was van veel meer geld naar ontwikkelingssamenwerking. Mm. Want we moeten niet alleen problemen hier oplossen, maar ook daar, waar ze ontstaan. Ja, dat er niet en dus dat was een soort mix. En denk van, maar er is nog geen enkele partij die dit als mix heeft. En dat was indrukwekkend. Mm. En het was indrukwekkend om te zien dat die deelnemers daar akkoord mee waren. En dat die mensen die zichzelf wellicht in de hoek van de xenofobie gedwingd weten, zich plotseling gerespecteerd voelen. Mm. En dus ook daar, wat dat betreft, het niet veroordelen, was net een vorm van de deuren openzetten en het gesprek mogelijk te maken. Mm. Ja, want xenofobie is eigenlijk een term die geplakt wordt op een gevoel dat iemand heeft die zich misschien niet zo gemakkelijk voelt of niet goed weet hoe daarmee om te gaan. Ja. Alles wat je net zei. We doen met xenofobe gevoelens zoals met jaloerse gevoelens doen. We hebben daar een taboe op geplaatst. En de samenleving is verdeeld in 2 kampen. De plek waar je die emoties absoluut niet mag verwoorden, of dan ben je echt helemaal fout. En de plek waar je het wel mag verwoorden, wordt op een voetstuk gehesen. Dus de ruimte van het redelijke praten over breed gedeelde emoties, die is er niet meer. Of die is er af en toe aan een ronde tafel. Wel, daarom moet het vaker gebeuren, denk ik. Ja. Mag het omgedraaid worden? Ja.